De vakantie kenmerkt zich vaker door vakantiescholen die kinderen op verschillende manieren bezighouden. De dansschool Be Your Own Hero zal met haar vakantieprogramma een andere richting opgaan en wel met jongens tussen 7 en 15 jaar. Founder en directeur van Be Your Own Hero, Rivelino Lichon, legt uit waarom er in september een ander soort vakantieprogramma zal worden gedraaid, speciaal gericht op jongens. Waar we ze weerbaar gaan maken, hoe ze om moeten gaan met bepaalde situaties, maar ook wanneer mensen approach, hoe ze moeten zijn qua opstelling. Ze zijn vaak genoeg geneigd om te vragen hoe heet je en dan kijk hij je aan. En dan moet mama of papa slaan van zeg me, zeg hoe heet. Weet je, we willen de jeugd alvast gaan stimuleren op een mooie toekomst. Wat je te wachten staat als het ware. Dus qua programma, we hebben nog veel te doen. We hebben nou echt nog veel te doen. Ik weet niet of we rusten. De meeste dingen die ik doe, dan kijk ik vanuit mezelf. Ik kan me nog herinneren als ik met mijn moeder liep of met een oom. En je komt iemand anders tegen. En dan is het vaak genoeg een grap van toen, boy feining. En dan kijk je de persoon aan van, moet ik je antwoord geven of niet? Als ik je antwoord geef, kan je me slaan? Kan je me schreeuwen? Hoe moet ik je antwoord geven? En dan dacht meneer, snap je me? Maar als ik je rechtstreeks in je ogen kan aankijken op een leeftijd van 7 jaar. En zeg van, mijn naam is Rivelino Lichon. En van u? Het is al vast een basis voor de jongeren, de jonge jongens. Om zeg maar naar een gedurfde toekomst te werken. Be Your Own Hero heeft naast de vakantieprogramma's voor jongens een eigen programma die zal worden afgewerkt. Lichon vertelt wat er nog zal gebeuren met daaraan sluitend een advies aan mensen die van dansen houden. In november is het de bedoeling dat we naar Nederland gaan om ook samen met Antol te gaan werken. In hoeverre het doorgaat weet ik nog niet, het hangt van de sponsoren af. De afgelopen jaren hebben we het altijd zonder fondsen gedaan, we doen het gewoon zelf. Omdat het moeilijk is om aan fondsen te komen. En in november hebben we ook nog onze eigen eindpresentaties in Theater On Stage. In de maand september hebben we een breakdance battle. Dat is echt gewoon voor de hiphoppers, de breakdance liefhebbers. Mijn boodschap naar de gemeenschap is, zeg maar die van dansen houden. Zeg niet dat je niet kan dansen. Iedereen heeft wat. Ook al heb je geen ritme, er is ook muziek zonder ritme. Dus mijn boodschap naar de mensen die ook niet durven te dansen. Daag jezelf eens uit. Maak contact met ons. We nemen al inschrijvingen vanaf 3 jaar. Vanaf 3 jaar kun je al dansen bij ons. Leeftijd, 3 jaar tot 100+, I don't know. Maar kom een keertje, kom ons joinen. En dan zul je zien dat dansen in principe, het heeft wel met maat te maken. Maar soms is het ook, welke maat heb je in jou? Be Your Own Hero heeft vanavond nog haar laatste voorstelling die zij samen doen met Untold en Black Harmony uit Nederland, getiteld Cromantie.